Peter Bouwman. Nee, andersom juist. Oh, moet ik zeggen dat jij Tom Kouwenberg bent, ja? Ja. Oh, hey, ik zit hier naast Tom Kouwenberg. Hoi, dit is Peter Bouwman die mij toespreekt. Hallo, welkom bij deze super vette gameplay video van Star Wars Battlefront 2. En we gaan dit vaker doen, want we willen meer van elkaars game weten. Zoals mensen misschien weten, dit is mijn game. Ja, dit is jouw game. Dat is toch zo? Ja, Star Wars Battlefront 2. Dit is gameplay opgenomen vanaf Gamescom afgelopen augustus in Keulen. En dit is mijn gameplay. Dit is wel de tweede keer dat jij hands-on mocht met de game. Ja, absoluut. De eerste keer was op E3. Dat was het gevecht op Theed. Theed. Dat kennen we, dat is de hoofdstad van Naboo. Ja, en dat deed velen toch een beetje... Was zo van, ja, wel leuk, maar nee, we willen toch iets anders. En dat doen ze nou met Gamescom, denk ik, beter. Space Combat, dat willen mensen. Dit is toch... Jij hebt Space Combat We gaan Space Combat zien. Je ziet hier ook gelijk dat je allemaal dingen kunt aanpassen. Dus je kunt je vehicle dieper aanpassen dan eerst. Het is nog steeds niet heel diep, maar je kan kiezen wat voor wapens je meeneemt. Oké, maar dat is een beetje... Dus de vehicles zijn niet meer... Of sowieso spaceships en zo, zijn niet meer, zeg maar, pick-ups. Nee. Dat was een beetje... Ik vond het wel oké werken in Battlefront 1 eigenlijk. Het was een beetje oneerlijk soms, maar het kon ermee door. Ja, maar je koopt hier ook bijvoorbeeld nu je Slave 1 info. Je koopt nu je bijzondere vehicles. Je gaat battle points verzamelen in de game. Kijk, dit is de game. Oké, en die battle points zijn dan natuurlijk ook weer dat je die kan kopen met echt geld natuurlijk. Nee, dat kan niet. Dat is alleen in-game. Ah, oké, dat is wel ze zijn ook weer weg aan het einde van je game. Nu moest ik even mijn invert, aanpassen. Oké. Ja, maar goed. Het is ook wel weer mooi dat we dit gewoon mee kunnen krijgen. Ja. Dat jij gewoon zat van, nee, ik vertik dit. Ja. Ik ga de battle niet in voordat ik inverted kapot kan geschoten worden. Ja, precies. En kijk, hier zie je battle points, 5 stuks. Hoezo was dit de gameplay waarvan je dacht van, die moet ik aan mensen laten zien? Omdat je straks heel goed bent. Maar je moet altijd een beetje inkomen. Hè? Ja. Ik heb wel echt serieus meer dan een uur gespeeld op Gamescom. Dus ik had het wel aardig in de knieën. Maar ik moest dit, dit is je tweede potje? Ja, dit is mijn tweede potje. En kijk eens hoe het eruit ziet, hè, vooral. Dit is toch wat mensen wilden van Star Wars Battlefront 1, echte space battle. Ja, dat is wat ik zeg. Dit is... Nou heb je het idee dat DICE echt zoiets heeft van, oké, jullie hebben lang genoeg gezeurd, hier heb je het dan. Ja, behalve dat DICE het niet heeft gemaakt, maar Criterion. Ja, oké, maar dus DICE gooit het in de game natuurlijk. Ja, dat is waar. De autoontwikkelaar van Burnout is dat, of wat er nog van over is. En dan zien we gelijk de grootste gameplay verandering die je gaat zien in deze game. In de eerste Battlefront was het bij Starfighters zo dat je moest lokken en als je gelokt was kon je schieten. En hier werkt alles in free aim, oftewel je ziet twee reticules, één waar je tegenstander zit en één zo'n klein dingetje voor hem. Kijk, daar zie je het. Dat je net voor hem moet schieten om te raken. Maar dat maakt het veel meer een soort van een prestatie om iemand te moeten raken. En dat maakt het soort veel... Ja, in plaats van dat je verplicht altijd lokken om hebt. Ja, precies. Ja, oké. Oh, ik had nog steeds mijn controles niet goed. Oh, ja, en daar... Nee, het is in Third Flight is het ook. Ja. Ik had het niet zo goed gedaan. Dat is goed dat we nou al weten dat die instellingen los van elkaar zijn. Ja, die zijn dus los van elkaar. Ja, oké. Dat is de journalistiek dit. En je ziet ook dat er een squad gevormd wordt om jou heen. En als je dicht bij elkaar blijft in een squad, krijg je elke keer meer battle points. Ah ja, oké. Dat is heel erg Battlefield. Het is best wel Battlefield. Squad assist. Een assist is iets waard, maar een squad assist is altijd meer waard. Dat is altijd meer waard. En je hebt een soort van missies. Wij moeten bijvoorbeeld protect Imperial defenses. Zij moeten met Y-Wings moeten zij bepaalde ruimteschepen van ons kapot maken. Oké, maar dit is één ruimtemissie. Dit is één ruimtemissie. Je ziet ook dat als ik schiet dat mijn metertje vol loopt. En als die vol gelopen is, heb je een cooldown. En dat verschilt heel erg per vehicle. Dus de TIE Fighter kan best lang schieten. Per kaart die je natuurlijk erop zet, neem ik aan. Want dat zijn al die tweaks die je erop kan gooien. Ja, maar volgens mij kun je laser niet veranderen. Je laser is altijd gewoon je laser en meer je raketten en je photon torpedo's. En of je kan healen en zo, dat zijn kaarten. Maar het zijn nog steeds, ja, ik weet niet, daar spelen ze toch wel goed op in, door dat steeds iets uitgebreider te doen. Van, het is niet zomaar een TIE Fighter die je oppakt, maar het is een beetje de TIE Fighter die jij wil, zeg maar. Ja, al vraag ik me wel af in hoeverre het echt heel aanpasbaar is. Volgens mij valt het wel mee. Nice! Goed schot, wie is deze guy? Gamescom 9. Oh nee, dat is de guy die gestorven is. Wie is Gamescom 9? Wie is deze Sith die wij nog niet kennen? Die moet echt mega veel met de Clorians hebben. Sorry, nerdy. Zo, hey. Kon je niet maken. Hoe vind je het eruit zien, Tom? Ik vind het er al... Ja, maar goed, het is DICE. En Star Wars Battlefront 1 zag er ook gewoon fantastisch uit. En het liep ook zo goed op basically alle soorten hardware. Jij speelt dit, neem ik aan, op PC, toch? Ja. Ja, oké. Maar was het een beetje een lijpe PC? Of had je zoiets van, ach, die hebben ze net bij de Mediamarkt opgehaald? Nee, dit is wel een lijpe PC. Alleen, ja, die evenementen, daar worden al die PC's natuurlijk ingevlogen door Nvidia en zo. Maar... Ik moet zeggen, de vorige Battlefront en ook de vorige Battlefield... Kijk, andere wapens.
Oh ja. De vorige Battlefront en de vorige Battlefield waren gewoon super goed geoptimaliseerd. Ook als je een minder goede computer had, dan zag het er ook gewoon nog goed uit. En dan draaide het ook wel soepel. Ja, nee, dat is iets wat DICE sowieso gewoon goed kan. Kijk, dat zijn dus de Rebel-schepen die wij moeten kapotmaken. Dat is ook waar eigenlijk de meeste punten voor krijgt. Hè. Vergeet soms je tegenstanders live en ga gewoon af en toe focussen op je missie, zoals deze dingen kapotmaken. Dit is degene waar Leia op zit, toch? Oh, je gaat kamikaze. Dat vind ik wel nobel van je. Ja, I know, man. For the Empire! Ja. Heel veel battle points. Je ziet, ik heb er al bijna 1000. Dat betekent dat ik al bijna een special spaceship kan pakken. Oké. Maar je ziet nu een soort van squadscherm. Dus, ja. dus je wordt gewoon on the fly, word jij in squads gegooid. Mooi gezegd, on the fly. Ja, on the space. Ja, word je in squads gegooid. Ja, okay. Absoluut. Maar als je met je vrienden speelt, dan neem ik aan dat je gewoon wel standaard in een squadje zit. En dat je dan altijd wel bij elkaar dat spant. Vraag ik me dus af, want je gaat niet tegelijk dood. Het zou een beetje laf zijn als je alleen maar spant met de mensen die net dood zijn. Je links kunt ook naar binnen, hè? Je kunt ook naar binnen vliegen. Ja, en waarom doe je dat niet? Ja, dat wist ik toen nog niet. Ik was een latere speelsessie dat ik erachter kwam. Ja, kijk, daar kun je dus doorheen vliegen. Ja, nou ja, oké, dat had je dus duidelijk moeten doen. Dan had je het misschien overleefd. Ja, misschien wel, maar ik denk het niet. Overigens zag je hier ook de TIE Bomber. Daar ga ik straks ook nog mee vliegen. Dat is een van de nieuwe vliegmachines. De TIE Bomber is in de films natuurlijk al episch, want die bombardeert. Maar hij is ook bijna indestructible. Hetzelfde geldt voor de Y-Wing van de Rebellen, heb ik ook even meegespeeld. Dat zijn zeg maar de nieuwe tank vehicles. Die kunnen super lang schieten. Ze kunnen bijna niet kapot. Ik vond ze een beetje OP. Zeker de TIE Bomber vond ik behoorlijk OP. Ze besturen zeker ook als gewoon trage stront rijdt. Absoluut. Yeah. Dat was trouwens goed schot. Maar dat al zeg ik het zelf. Ja, zeg het wel. Maar dat heb ik ook gezegd tegen de ontwikkelaar en ze vonden het ook OP. Dus daar gaan ze nog wat aan doen. Maar oh god, dat is ook typisch, dat ze gewoon met alles wat je zegt instemmen. Ja, vinden wij ook. Ja, daar gaan we misschien wel iets mee doen. Ja, maar in dit geval was het echt, want ik maakte zoveel kills dat zij ook zoiets hadden van, dat kan die guy helemaal niet. Ze keken naar jou en dachten, nou, die heeft het niet in zich. Nee, kijk, en nu ga ik dus proberen een hero vehicle te krijgen. Ah, dat kan. Ah. Ja, net aan. En dan vergeet je het. En dan, nee, ja, soms moet je erop wachten, omdat je mag maar de enige hero zijn van je groep. Oké. Ja, je kan niet 3 Slave Ones hebben vliegen. Dat is goed, zo'n squad van Millennium Falcons. Fuck yeah. Ja, het zal wel make it happen. Zijn. Maar dat kan dus niet. We're all on now. Wat trouwens heel goed is in de game is ook het geluid. Daar word ik heel blij van. Ja. Maar dat is ook weer zo'n DICE trademark. Dat hadden ze al met Bad Company 2, weet je wel. Echt elke gun voelde zo intens aan. En toen ze de Star Wars IP kregen, toen was het ook zo duidelijk van ja, die gasten gaan alle lasers zo goed erin krijgen. Ja, wat ik nu gebruik is trouwens mijn super speed. Dat zie je op L1 zitten. Zie je rechtsonder in beeld op L1 zitten. Op R1 zitten mijn photon torpedo's. Daar kun je dus echt gewoon raketten mee schieten. Nou, ik had het idee dat je niet zo heel veel harder ging, maar dat is natuurlijk ook space. Ja, maar jij kan dat niet zien, want jij bent geen Space Marine. Ik zie maar 25 per seconde in space. Oh, ik dacht meer lichtjaar per seconde. Oké, maar en ondertussen krijg je natuurlijk ook weer van die voice lines van mensen dat ze zeggen van oh, je moet nu daar zijn, ja. Want de rebellen zijn. Ja, oké. En dit vind ik fijn aan Space Battles. Je ziet nu dat ik echt een soort van verschuil onder een soort van ruimtestation. Dan kun je even cover zoeken, dat is wel echt fijn. En we spelen dit boven. Ik wil een asteroïdenveld. Gewoon een asteroïdenveld zou echt het vet zijn. Ja. Waarschijnlijk gaan ze dat ook wel brengen. Ja. We spelen dit ook boven de planeet Fandor. Fandor is een onbekende planeet nog. Dat moeten we nog weten wat het is. Dat is die planeet die je ziet. Dat weten we nog niet. Daar komen we waarschijnlijk achter in de story van Battlefront 2. Ja, daar zijn we natuurlijk ook wel heel benieuwd naar. Ik ben benieuwd wanneer ze die gaan laten zien. Ja, ik moet zeggen, die planeet is een soort van Coruscant Light. Ja, daar lijkt het op. Oh, pak hem nou. Kijk, ben ik overbelast. Moet je even wachten. Bam! Oh, ja. Oh, nice. Zo. Eagle Eye. Lief van je. En we zagen in de trailer toen zeg maar, deze missies werden aangekondigd, zagen we ook dat je ook naar Kamino gaat, bijvoorbeeld. Daar heb ik heel veel zin in. Boven het water van Kamino. En dat dan die vissen vliegen over het water. En dat je daar dan doorheen vliegt. Dus er blijven ook nog wel planetside space missies komen, hoor. Ja, en toch ben ik, en ik denk dat heel veel mensen dat hebben, zijn ze toch wel ook heel benieuwd naar die singleplayer. Want dat is toch waar heel veel mensen ook wel naar smachten. Dat wil je ook gewoon dat DICE dat doet, ook al zijn ze niet legendarisch sterk met singleplayer verhalen. Maar ik hoop maakt het ook, hè? Ja, nee, maar ik hoop ook daarom gewoon dat ze een goede samenwerking daarin vinden. Dat het gewoon echt een toffe gameplay wordt. Ja, en DICE maakt de story ook niet, dat doet Motive. EA Motive. Ja, de studio die is aangesteld specifiek voor Star Wars dingen eigenlijk, in het algemeen. Hey, je bent wel een beetje hard aan het roken in die TIE Fighter, of niet? Ja, maar ik ben ook op fucking lang in leven. Ja, ik weet niet of je het opvalt, maar ik heb echt een dikke killstreak al. Je hebt een goede hotbox en toen een raampje opengezet. Absoluut. En nu wil ik eventjes voor de puntjes gaan. Doe ik even dit op. Ah, nee. Ga ik dit redden? Even versnellen. Oeh, waarom nice. Je leek kamikaze te gaan. Oh, zo. Oké, daar ging je bijna tegen dat ding aan. Best wel vet, toch? Of niet? Het is wel super intens.
Het doet me wel heel erg denken aan in ieder geval als je zo kijkt naar de vliegphysics. Dat is wel heel erg gebaseerd op Battlefront 1 natuurlijk. Het is exact hetzelfde. Maar er is gewoon meer ruimte. Dat is helemaal prima. Er is meer ruimte, het ziet er iets mooier uit. En je hebt gewoon meer opties voor je vliegmachine. Ik heb hem bijna kapot. Komt-ie. Oh, dat was gewoon kamikaze gegaan. Dan was je echt gestorven als een held. Ja, maar goed. Ik kan ook gewoon blijven leven en sterven als een held. Kijk, komt-ie. Oeh, nice! Oh. Woehoe! Ja, oké, dat was best wel episch. I know. Daarom wilde ik dit stukje gameplay ook laten zien. Oh ja, omdat je toen er echt uitkwam was het gewoon de MVP. Ja. Maar goed, dat ben ik niet zo vaak. Maar goed, dit is wat ik wilde laten zien. Star Wars Battlefront 2, de Starfighter missies. Laat ons ook even weten wat je ervan vindt. Vinden we wel heel leuk om te weten ook. Heb je weer zin in Star Wars Battlefront? Heel veel mensen hebben er namelijk geen zin in, weet ik toevallig. En waarom dan? Nou, dan vraag ik even van jou. Waarom heb jij continu, als ik het over Star Wars Battlefront heb, terwijl ik probeer me niet te hypen, hè. Ik praat er helemaal niet zoveel over. Nee, het valt ook wel mee. Maar nee, ja, ik heb een beetje misschien nog een zure nasmaak van Battlefront 1. Dat het tof was, maar misschien net niet genoeg. Oké, dit vind ik wel fraai. Weet je wel, dit soort filmpjes zijn tof. De eerste drie keer dat je ze ziet, daarna word je natuurlijk kotsmisselijk van. Maar het is leuk dat ze erin zitten, voor het gevoel. Maar ik was best goed, vijfde van de map. Jongens, bedankt voor het kijken. Als jullie dit soort gameplay video's tof vinden, laat het ons vooral weten in de reacties. Dit was Tom Kouwenberg, ik ben Peter Bouwman. En tot heel erg snel. En oh ja, dan komt natuurlijk inderdaad 17 november uit Star Wars Battlefront 2. Het is dicht op mijn verjaardag, dat zal hem zijn. Iemand. Ja. Geef me een cadeau. Sowieso niet doen, want er zit alleen maar te zeiken op dit spel.